Dit is hem dan, de nieuwe racewagen van Hannes van Asseldonk. Komend seizoen rijdt hij ermee in de Duitse Formule 3 namens het Van Amersfoort Racing Team. We hebben voor Van Amersfoort gekozen omdat het is een Nederlands team. Ze zijn heel goed in opleiden van coureurs. Het is een team wat kan winnen, dus dat is belangrijk. We hebben al met Hannes getest in eind vorig jaar. Dan voel ik aan mijn water, zeggen we in Nederland, dat ik iets leuks bij de hand heb. En dat is gebleken. Hannes begon 4 jaar geleden pas met karten en is nu al opgeklommen naar de Formule 3. Ja, ooit sta je er wel eens bij te kijken van dat het allemaal snel gaat. Vooral het tweede jaar al naar Formule 3 toe. Dat is wel, normaal doe je er wel een paar jaar langer over, maar het gaat goed. Dus ik denk wel gewoon dat het een succesvol jaar kan worden. Formule 3 wordt gezien als het voorportaal van de Formule 1. Het mekka van de autosport. Oud-coureurs als Michael Schumacher en Jos Verstappen deden ervaring op in de Formule 3. En nu dus ook Hannes uit Boekel. Als je kijkt naar de geschiedenis wat voor jongens allemaal in hebben gereden, dat zijn toch wel grote namen. Ja, de competitie is zeker zwaar en het is een groot startveld, dus dat is belangrijk. Ultieme doel voor Hannes is dus de Formule 1. Over 2 jaar wil hij testrijder zijn bij een Formule 1 team. Zijn nieuwe baas is positief. Ik heb in het verleden met Jos Verstappen gewerkt, ik heb met Christian Albers gewerkt. Ze hadden allemaal iets bijzonders, net zoals dat Hannes nu iets bijzonders heeft. De tijd zal het leren, maar het gevoel is om te beginnen heel goed. En dat is wel een belangrijke beginvoorwaarde.